gaan beginnen met een ring te maken van 7 lossen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan sluit je terug in de eerste en dan sluit je met een halve vaste. Nu ga je een ketting maken, 240 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 enzovoort. Ga door tot je 241 lossen hebt, 240 lossen. Ik heb 240 lossen gemaakt. Ik heb de laatste 20 en de eerste 20 gemarkeerd. Zonder de lus meegerekend. Dus vanaf de lus 20 steken en een marker geplaatst. En dat heb ik aan de andere kant ook gedaan. Nu gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lossen. En dan ga je terug naar die eerste die ik vast heb gehouden en dan sluit je een halve vaste. Dan hebben we hier ook een ring van 7 lossen. Leg je lange ketting eronder en pak je het lusje op. En in het lusje gaan we stokjes haken. Halve stokjes haken. Dus nummer 1, nummer 2, 3. Eigenlijk tot die ring vol is. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, schrijf even een beetje op, 12, 13, 14. Nou, ik vind hem vol genoeg. Sluit je in de eerste mijn halve vaste. En nu ga je in de ketting doorhaken tot je een andere ring bent met halve stokjes. Slaat eerst het lusje even over, want die zit natuurlijk onder je ring nu. En in die tweede ga je beginnen met halve stokjes haken. Dus door alle steken van de ketting haak je een halve stokje totdat je bij de volgende ring bent aangekomen. Dit herhaal je dus 2 keer, zodat je 2 handtashengsels kan krijgen als je dat wil. Wil je maar 1 handtashengsel, dan hoef je er maar eentje te maken. Dus nu halve stokjes en dan gaan we starten aan de andere kant. Even tussendoor, als je je 20 steken hebt gehad en je bent bij je stekenmarker aangekomen, haal je die eruit. We gaan nu gelijk het geheel aan de tas vastmaken. Dus ik steek mijn haaknaald alvast in en dan ga ik naar mijn tas toe. En in die tas steek ik precies in die vaste die ik hier heb. Daar steek ik mijn haaknaald onderdoor. Daar. Een willekeurige plek. Hoeft niet precies op een plekje te zijn, maar gewoon even tot de tas bevestigd is. Als je 1 hengsel pakt, ga je dus door de 2 lagen heen. Dus de voor- en de achterkant van de rits, laten we zeggen. Als je 2 hengsels maakt, dan doe je hem door 1 kant heen, omdat het andere hengsel gaat dan aan de andere kant. Nou, dan maak je dus, haal je dus je lus door en dan maak je je stokje af. Even mijn draadje aan de kant leggen. Dus ik heb nu dus mijn lus opgepakt. Hier. En maak ik mijn halve stokje af. En die ga ik naar de tweede. Ga ik weer eerst door de ketting heen. En door de tas, de steek en de volgende steek van de andere kant van de tas. Dit doe je alleen als je met 1 hengsel wilt. Als je 2 hengsels wilt, ga je eerst 1 laag van de tas en bij het tweede hengsel herhaal je het principe, maar dan de andere kant van de tas. Dus dan ga je hier doorheen nu, door de volgende en dan stop je eigenlijk en wij gaan nu met 1 hengsel door naar de andere kant. Hier is de volgende lus. Ga je er ook onderdoor en pak je de lus op en haal je hem door, door en door de ketting en dan doorhalen. Je kan er ook voor kiezen om eerst de hengsel helemaal te haken en dan later vast te stikken. Ik vind dit een makkelijkere manier, want dan hoef je niet zoveel meer te naaien achteraf. Hier weer door allebei de kanten van de tas en doorhalen, doorhalen en door de ketting heen. En dan omslaan en doorhalen.
Nou, zo haak je een stuk of 10 steken. En hierdoor is eigenlijk het uiteinde van de rits van de tas gelijk al beschermd. Dus extra veiligheid voor je tas. Ook voor het ritssluitingje zelf, die kan je dan mooi er onderweg schuiven in verband met eventueel diefstal. Dus je mag best een flink stuk opsteken. Ik doe gewoon even 10 steken, is voor mij genoeg. En zo ga je door. Als je je 10 steken hebt gehad, ga je langs de ketting door. Tot die 10 steken voor de markeerder. En dan herhaal je hetzelfde in principe aan de andere kant van de tas. Dus ik ga nu dit stukje afmaken en dan gaan we straks verder. Als je dan aangekomen bent bij de ring, dan haak je daar weer 14 halve stokjes in en haak je de andere kant van de ketting terug. En sluit je de toer af met een half vaste in de eerste ring die je gemaakt hebt. En dan heb je trekkoord klaar. Heb je een dubbele rij stokjes en dat is stevig genoeg. Dus hier ga je sluiten en die kan je daaromheen duwen. Die kralen doe je op de buitenkanten van de tas bevestigen. De Kumihimo schijf is overal te krijgen. Ik heb hem van de lokale winkel hier gehaald. Bij Van Zetten. Dus je hebt 4 punten. We gaan 8 draden te knippen van een meter lang en dan leg je een knoop in. Die steek je door het gat van de Kumihimo schijf. Wat je doet is als volgt. Je pakt 1 draad naar de 8, de rechts. En eentje links van de 8. Dat zijn de eerste 2. Dan pakken we de volgende 2 draden en dan gaan we die naar beneden leggen. Eentje links en eentje rechts van de 24. Als je nou een schijf hebt zonder nummers, gewoon in het midden. Boven 2 en onder 2. Knoop zorgen dat je in het midden houdt. Dan pakken we 2 draden, die gaan we naar links en naar rechts leggen. Zorg dat het een beetje netjes ligt. Dat werkt gewoon wat prettiger. Even wat uit de knoop halen. Dus rechts ook 2. Zo. En daar 2. Eentje links. En nog eentje links. Daar zitten alle 8 draden in het midden in principe. Dus van elke hoek uit zit het midden zit een draadje. We gaan nu starten. We gaan dit rechte draad naar rechts onderbrengen. En linksonder gaat naar linksboven. Dus hou die knoop eventjes vast in het begin, zodat hij niet eruit schiet. Dus die haal je los en die ga je naar rechts leggen. Dus rechtsboven naar rechtsonder. En van linksboven... Linksonder naar linksboven, sorry. En die zit vast. Dan draai je de schijf tegen de klok in. En dan gaan we weer rechtsboven naar rechtsonder. En van linksonder naar linksboven. Van rechtsboven naar rechtsonder. En dan pak je het buitenstraad van linksonder naar linksboven. Dat is eigenlijk punnik in het kwadraat als je het uiteindelijke resultaat ziet. Dan gaan we de schijf weer draaien tegen de klok in. Dan gaan we rechtsboven naar rechtsonder doen. En linksonder naar linksboven. Zo. En dan draai je de schijf tegen de klok in. Pak je weer rechtsboven. Naar rechtsonder. En linksonder ga je naar linksboven. Nou, dit blijf je herhalen tot die meter helemaal op is. Dat je nog onderin alleen een knoopje zou kunnen leggen. Dus eigenlijk... Dat het draad tussen de punten in kan klemmen en dan ben je klaar. Dan zijn de koorden behoorlijk lang. Je kan deze dus gebruiken voor je hengsels of als trekkoorden. Neem van allebei zeker een meter draden. Dan heb je echt genoeg. Dan weer rechtsboven naar rechtsonder en linksonder naar linksboven. Als je nou even pauze wil pakken, zorg ervoor dat je 1 draad naar onder hangt. Zo, en dan stoppen. Dan weet je dat je hier verder moet gaan. De 3 draden zitten altijd aan de onderkant. Dan weet je dat je hier geweest bent, hoef je alleen maar naar boven te doen en je disk te draaien. Nou, zo ga je dus door tot je draad bijna op is, dat je hem alleen nog 1 keer kan klemmen tussen de
puntjes in. En dan ga ik je laten zien hoe jij moet afwerken. Laat nooit zo je schijf achter als je pauze gaat pakken. Pak één draad, leg die naar onder. Dan weet je zeker dat je hier drie hebt. En dan weet je dat je links naar boven moet doen. En daar moet je starten. Goed. Als je nou zo door bij het gaan, zul je op een gegeven moment een hele lange ketting gaan zien. Ik ga even een stukje maken en dan laat ik jullie het zien. Als je ketting nu lang genoeg is, gaan we draad afhechten. We pakken rechtsboven en rechtsonder samen en dan leg je een dubbele knoop in. Rechts over links. En ook de andere kant uit. Zo. Die zijn klaar. Die leggen we even die kant op. Nu pakken we deze twee draden. Maak je er ook een knoopje in. Ik heb ze gepakt. Sorry, links over rechts en dan rechts over links. Zo krijg je een platte knoop. Die zijn ook klaar. En nu draai je de schijf. En dan pakken we weer rechtsboven en rechtsonder. Ga je ook samen knopen. Hier, deze en deze. Dan zal je zien dat hij al wat los begint te raken. Links over rechts, knoopje. En rechts over links, een knoopje. En nu komen we aan bij de laatste twee draden. Hier. En in deze twee draden leggen wij ook een knoopje. Links over rechts. En rechts over links. Dus die, zo. En rechts over links. Knoopje erin. En is de koord klaar. Ik heb nu gewoon even een klein stukje gedaan. Als je de goede lengte hebt, even goed aan het koord trekken. En dan zul je zien dat hij enorm verlengd wordt. Dus als je denkt van, hey, dat is veel te kort. No worries. Ik heb hier even een flink stuk gehaakt. Een mooi stevig koord. Als je goed aantrekt, zie je dat hij enorm in lengte toeneemt. Deze kun je dan door de tas heen trekken. Door de gaatjes. Ik zal bij de rits beginnen en naar de buitenkant toe en terug naar de rits. En de andere kant idem. Ik zal je later laten zien hoe het moet op de Facebookpagina. Waar je de koorden door moet trekken. Ik wens jullie heel veel succes. En ik zie heel graag jullie creaties tegemoet. En ik hoop dat jullie plezier gehad hebben.